Dit is de KRO op Nederland 1. En dan nu voor het eerst in het nieuwe seizoen Zeker Weten. Een programma over kennis en vernuft. Mocht u vorig seizoen naar Zeker Weten gekeken hebben, dan zult u merken dat we het programma zo hier en daar wat nieuws hebben meegegeven. Meer over Zeker Weten hoort u van presentatrice Nelleke Rademaker. Dag dames en heren. Dag meneer. Welkom bij Zeker Weten. Dit wordt onze nieuwe tijd, dinsdagmiddag. En we zijn er eens in de 14 dagen. Dus vanaf nu, vandaag, over 14 dagen Zeker Weten. En de weken daartussenin, een ander KRO-programma, Studio Vrij. We hebben een heleboel publiek hier. Vind ik heel gezellig. Welkom allemaal. Heel leuk. En iedereen wandelt mee en stelt vragen en doet maar waar hij zin in heeft. Hè? Het eerste waar we het over gaan hebben. Nee, niet het eerste waar we over gaan hebben. We gaan het hebben vandaag. Gaat u even mee? Over de foto's. We hebben ooit, moet ik bijna zeggen voor mijn gevoel, de laatste uitzending van het vorige seizoen gevraagd of u ons foto's wilde sturen die u hebt gemaakt van weersverschijnselen. Nou, dat hebben we geweten. Er zijn er 2000 ruim gekomen. Dus we hebben uitgebreid kunnen kijken en bewonderen. En een aantal fotografen is hier aanwezig. We gaan er straks over praten met de fotografen en met een deskundige. Eerst naar een andere deskundige, die staat daar. Dat is meneer Boddeke. Gaan we kijken. Meneer Boddeke die weet alles over visvangst en over te veel aan visvangst en zo. Even kijken dat iedereen het een beetje mooi kan zien, die boot van u. Dag meneer Boddeke. Dag mevrouw Rademaker. Meneer Boddeke, u waarschuwt al heel erg lang dat er te veel gevist wordt. Hoe weet u dat er te veel gevist wordt? Om te beginnen, ik ben visserijbioloog en ik werk op het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. En ons werk is na te gaan hoeveel vis er in zee is en vooral ook hoeveel vis er in de komende jaren bij komt. En dat doen wij onder andere met dit schip waarvan ik het model heb meegenomen. Het origineel is 61 meter. Mm-hmm. En als je wil weten hoeveel vis er in zee is, kun je direct op maatse en ondermaatse vis vissen. Maar dat kan alleen met verspreid levende bodemvis en ook met garnalen. En bij die bodemvis kan het dus direct, maar dat kan niet met vis die boven de bodem leeft. Bijvoorbeeld haring en makreel. Mm-hmm. Die leven in scholen en dan hangt het ervan af of je je in een school bevindt als je gaat vissen of niet in een school. Het ene moment vang je dus alles, het andere moment vang je niets. Ja. En daarvoor moeten we dan andere methodes toepassen om erna te gaan hoeveel vis er in zee is. En dat doen we dan met schepen, zoals de Trident. Moeten we weer verder? We verkassen weer. Cool. Ja? En dan vissen we niet. Dat iedereen een beetje bij kan komen. Komt u er dichterbij. En dan vissen we niet op de volwassen makreel, maar we vissen op makreel-eieren. En dat doen we met dit ding. Er is geen kruisraket, wijst u gerust. En dit slepen we achter het schip aan door de hele waterlaag. We laten het vieren en we halen hem weer in. En dan meten we hoeveel water er door deze torpedo stroomt. Dit heet een planktontorpedo. In die torpedo zit dit net. Dat zit er zo in. En daar verzamelen zich dus de makreel-eieren hier. En die makreel-eieren die worden dan geteld. En dat slaan we om op de totale hoeveelheid water die in dat zeegebied aanwezig is. En dat kunt u uitrekenen door dat propellertje? Ja, dat kunnen we. Ja, dat kunnen we, want we hebben de hoeveelheid water die er doorgestroomd is. En dan komen we tot astronomische getallen. Zeg maar, hoe groot is zo'n ei? Dat zal ik u even laten zien. De eieren die zitten in dit buisje. Dat zijn kleine bolletjes van ongeveer een millimeter in diameter. Ja, het is inderdaad niks. Mag ik er aankomen? Jazeker, alsjeblieft. Eens kijken. Dus ik moet even door. Ik geef me even door, want anders kan je het niet eens zien. Piep. Ja? En hoeveel vis bedenkt u dan dat er... Nou, dan berekenen we uit hoeveel eieren er in dat totale zeegebied zijn. Daar komt een astronomisch getal uit. Iets van 15 maal 10 tot de macht 14. We weten hoeveel eieren er geproduceerd worden door één wijfjesmakreel. Ja. Dat is ongeveer, zegt u maar, 500.000.
delen, dan heb je het aantal wijfjes vermenigvuldigen met 2. En dan hebt u de totale populatie. Ja, zo simpel als ik het nu vertel, gaat het natuurlijk in... U wilt er langs, volgens mij. Heus. Ja. Ik wou u namelijk even laten zien wat er dan van die eitjes terechtkomt. Ja. Dat is toch altijd wel verbazingwekkend dat daar in 1,5 jaar... uit zo'n heel klein eitje een makreeltje groeit van... Dit is 1,5 jaar uit, van 25 centimeter. De makreel is niet eens zo'n erge snelle groeier. U ziet het hier, dit beestje is 2,5, 3,5, 6 jaar oud. En deze is 20 jaar oud. Hoe oud kan een makreel worden? 30 jaar ongeveer. 30? Ja. Maar u ziet, erg hard groeien doet hij niet voor zeevissen. Als u hier even kijkt, dan hebt u hier een knaap, de kabeljauw... die veel harder groeit dan de makreel. Ja. 1,5 jaar oud is hij zo groot, 2,5 jaar zo en... Dat is 3,5 jaar. In 2 jaar wordt een kabeljauw 9 keer zo zwaar. Dit beestje is... Deze is 9 keer zo zwaar dan die. En, ik heb beter deze vissen. Dan heb je tenminste... En dat is natuurlijk erg ongelukkig voor de visserij... dat die makreel zo langzaam groeit. Want dat maakt de stand voor de visserij... nog kwetsbaarder dan hij al is. En hij is erg kwetsbaar... door de moderne visserijmethodes die... Ja, die zeer efficiënt zijn. Hoe gaat dat, zo moderne... Nou, dat heb ik op een filmpje meegebracht. Oh, en dat zien, is wel een leuke in... De film komt in, de film komt in. Een interessant beeld. Hier hebt u een makreelvisser. Dit zijn makrelen. Niets vermoedend zwemmen ze rond. Ja, maar wat u nu gaat zien, dat is een vismethode... die de Nederlanders niet toepassen. Dat is namelijk een zogenaamde peursteen. Daarmee wordt een... Daarbij wordt een school op het echoloot met een echoloot opgespoord. En dan wordt er een gigantisch net om die school heen uitgevaren. Dan wordt de hele school in 1 keer gevangen. Nou, dat ziet u hier gebeuren. Net wordt alsmaar strakker aangehaald en uiteindelijk aan boord gehezen of zo. En nee, dat net wordt niet aan boord gehezen. Er komt een stofzuiger. Die zal, ja, daar hebt u hem al. En daar zuigen ze al die makrelen mee aan boord. En in 1 trek vangt zo'n peursener 70 ton makreel. Dus u kan wel nagaan dat het verschrikkelijk hard gaat. Dat eten we toch nooit allemaal op? 70 ton makreel? Nee, maar wat de Nederlanders vangen gaat voornamelijk naar tropische landen zoals Nigeria. Okay. De totale Europese visserij vangt te veel. Die vangt per jaar ongeveer 2,5 miljard makrelen. En dat is meer dan er... zelfs de afgelopen jaren bij is gekomen. We hebben een hele reeks jaren achter de rug... waarin er erg veel makreel bij kwam. En de visserij heeft er toch meer gevangen, dus de stand is naar beneden gegaan. Ja. Als nu die 2,5 miljard makrelen die de visserij ieder jaar vangt... als we die hadden laten zwemmen, dan gaat er ieder jaar zo'n 15% af... omdat dolfijnen die daar rondzwemmen ook hun makreeltje eten. En dan heb je na 10 jaar heb je dus... Nog van wat, die groep van dat jaar nog wat over. Nou, ik kan u eigenlijk wel zeggen, er blijft dus niks over. Want de visserij vangt veel en veel te veel. Ja. En nu wordt het nog kwalijker in de komende jaren, want er komt niet zoveel bij, maar er komt nu zoveel bij. Ja. En dat ziet er dus nogal somber uit. Ja. En onze adviezen zijn erop gericht dat die fluctuaties in die broedjaren... dat die opgevangen worden, zodat de visserij continu door kan gaan. En ons advies was dan ook van niet die hele massa, maar van zoveel. Ja, ja. Het groene stukje, zeg maar. Het groene stukje. Want dan blijft dit over. Dan kan je dan volgend jaar nog wat mee doen. En dat hebt u dus nog. Volgend jaar. Ja. En dat gebeurt niet, dus de makrelenvissers hebben er ook de pest in. De garnalenvissers hadden al de pest in. Nou, dus nee hoor, dat valt wel mee. Hoezo? Nou, de garnalenvisserij heeft dit jaar een gouden jaar. Met hoge prijzen en hoge verdiensten. Hoe kan dat nou? We hoorden alleen maar dramaverhalen over... Het blijkt toch dat zowel de consument als de export... zich weinig of niets aantrekt van lawaaiverhalen in de Nederlandse pers. Oh. Dus het gaat goed met ze? Ja. Met hun nog wel. Nou, we hebben in elk geval 1 positief gezelschap. Ja. Meneer Botteke, gaat u ook mee? We gaan naar de overkant met z'n allen. Dus als u, het is een beetje krap hier, hoor. Dus even allemaal hier langs beginnen te komen. Dag, meneer Lelieveld. U staat hier bij allerlei apparaten. En dat is allemaal van de Technische Hogeschool in Eindhoven. En dat heeft te maken met invaliden. Kunt u mij het verband duidelijk maken?
Er is iets bestaans op de markt om het mensen gemakkelijk te maken op afstand apparatuur in en uit te schakelen in hun huis. Er is ook afstandsapparatuur op de markt die vast bedraad is in huis. Die heeft natuurlijk nadelen. Dit is een voorbeeld van apparatuur die u zo lukraak in huis in een stopcontact kunt steken. En die dus verhuisbaar is en maar zeer voordelig. Ja? Maar hoe werkt het dan? Dat werkt als volgt. We hebben hier een zendpost die 22 toetsen heeft. En die kan 16 verschillende apparaten in huis bedienen. Mm-hmm. Als ik daar een bepaalde toets indruk die een bepaald nummer heeft, dan komt dat overeen met een bepaalde code die ik over het hele lichtnet, door het hele huis verspreid. Dat heeft iedereen altijd in huis, dus geen aparte bedrading nodig. Die speciale code die wordt in de diverse stopcontacten opgevangen door ontvangertjes die alleen gevoelig zijn voor bepaalde codes. Code 1 is bijvoorbeeld bestemd voor deze cassette recorder. Ja. En wanneer ik die dan ook uitstuur, wordt die over het net verspreid. En wanneer ik hem inschakel, dan gaat de cassette recorder spelen. Wat zegt u? Ja, als ik er niet voor ga staan. Ja. We kunnen dat uiteraard ook weer uitschakelen. Maar die mevrouw die zei wel iets. Nee, dat heeft hier niks mee te maken, mevrouw. Want dit gaat gewoon over het lichtnet. Ja. Oh. Die mevrouw zei, als ik er naar tussen ga staan, dan gaat dat niet. Maar het ging dus wel. Maar dat is het volgende probleem. Dat is het volgende probleem. Want ik kan natuurlijk ook zeggen, voor mensen die bijvoorbeeld een handicap hebben, die dit willen bedienen, maar niet bij dit kastje kunnen. Die kunnen met een afstandsbedieningsapparaat, zoals dat ook voor je tv bijvoorbeeld werkt, dezelfde 22 toetsjes bedienen. En als ik nu bijvoorbeeld op 1 zou drukken, zou hier een code uitgezonden worden met ultrageluid. Die door dit kastje wordt ontvangen. Die weer precies hetzelfde doet over het lichtnet verspreid en mijn cassette recorder stelt. Ik stel er niet tussen, dus het gaat goed. Nu kan ik wel dus inderdaad, zonder dat hier iets tussen is, zoals bij uw tv, een code uitzenden. Laten we daar bijvoorbeeld een ander voorbeeld voor nemen. Ik neem lamp nummer 3, dat is deze. En als ik die code uitzend, dan zult u zien dat die lamp uitgeschakeld kan worden. Of weer ingeschakeld naar believen. Ja. Dus tot zover is het eigenlijk allemaal nog, dat u zult zeggen, niets bijzonders. Als ik de goede functies heb, ik kan mijn handen nog goed bedienen, kan iedereen dit bedienen. Ja. Er zijn natuurlijk legio gehandicapten die dat niet meer kunnen. Die bijvoorbeeld nog maar zo weinig restfuncties hebben. Dat betekent ze kunnen nog zo weinig dingen doen. Bijvoorbeeld 1 vinger bewegen. Of ik kan nog met mijn tong iets doen. Of ik kan blazen of zuigen. Die kunnen nog hooguit 1 robuuste toets bedienen. En daarvoor hebben we iets gemaakt. Een robuuste toets is een stevige toets. Dat is een stevige toets die tegen een stootje kan. Ja. En daar ziet u hier een voorbeeld van. Dit is je moet het misschien iets minder licht hebben. Want anders, hier is een van die oplichtende lettertjes. Ja. Hè? Dit is de monoselector. Ja. En die werkt dan ook met 1 toets. Dat is deze toets. En wanneer ik hem start, dan laat hij de een na de ander de volgorde al die 16 mogelijkheden die dit apparaat heeft de revue passeren. Ik kan hem ook dimmen. Zowel omhoog als omlaag. Dit is een voorbeeld van omhoog regelen. En dan gaat die machine vanzelf weer verder naar de volgende nummertjes? Blijft hij even doorgaan? Dat klopt. Hij biedt van ieder nummer alle mogelijkheden aan. Ja. Dat is dus inschakelen, uitschakelen. Het omhoog of omlaag dimmen van de verlichting. En als ik die eenmaal benut heb, dan gaat hij dan automatisch door naar het volgende nummer. Dus ik hoef verder niets te doen. Hij biedt alle mogelijkheden die hij heeft, de een naar de ander aan. Als hij ze allemaal aangeboden heeft, dan komt hij weer in de beginpositie terug. Als ik hem weer start, doet hij alles weer opnieuw. Start ik hem niet, dan wacht hij 15 seconden en schakelt dan de batterijspanning automatisch uit om energie te besparen. Ja, ja. Doet u je gedijnen eens over? Dat kan ook. Ja. Dat is nummer 15, dus dan moeten we even geduld hebben tot hij daar is. 12, 13, 14, 15. Ik wou net zeggen, er gebeurde niks, maar er gebeurde wel wat. En hiermee opent nu een voorbeeld een gordijn. Dat kan ook een deur zijn of iets anders. Zeker weer. Ja, leuk. Hoeveel kost dat nou? Dat is een hele mooie vraag. Dit set als basis waar wij vanuit gegaan zijn, is al in de handel als losse onderdelen. Deze nieuwe micro-monoselector, daarvoor zijn we met een Nederlandse fabrikant in onderhandeling om hem in productie te nemen. De prijs ziet er erg zonnig uit, maar ik durf er eigenlijk nog niet over uit te laten, want die wordt namelijk bepaald door het feit of die wel of niet in het ziekenfondspakket komt. En daar gooien we hoge ogen, gezien de geschatte lage prijs ten opzichte van wat er aan volgende apparatuur in de handel is. En hij wordt natuurlijk nog bepaald door de vraag op de markt, dus de grootte van de series. Dank u wel. Tot uw dienst. We gaan naar het volgende onderdeel, dames en heren, als we mogen. Meneer, mag ik misschien even iets vragen? Moet je wel. Ja, misschien ben ik wel lastig, hoor. Als ik als vervelend ben, dan moet ik maar zeggen, hoor. Dat is misschien wel een domme vraag, maar als u nou niet op zo'n knop kan drukken.
Dat kan natuurlijk. Want het kan zijn dat iemand niet meer over zijn vingers kan beschikken, maar bijvoorbeeld nog wel kan blazen. Dan kan die hieraan parallel bij dit stekkertje een blaasschakelaar bijvoorbeeld daarmee parallel zetten. En het bijvoorbeeld ook met een blaasslangetje doen. Of met zijn tong. Oh ja. Ja, nou, hartstikke bedankt voor de uitleg, meneer. Tot ziens. Mag ik het eens een keer proberen? Ja, je mag het gerust eens een keer proberen om te zien hoe dat gaat. Ach, meneer, wilt u het licht weer aanblazen? Dan kunnen we, ik wou graag nog iets doen. Ja, dank dat u wel. Dat is het risico van het gebruik van apparatuur. Ik heb namelijk een tip voor u. We gaan maar gewoon door. Ik heb een tip voor u. Zaterdag is de open dag van de chemie. En dat houdt in dat zo'n 100 chemische bedrijven, fabrieken, ziekenhuizen, al dat soort chemische instellingen, hun poorten openen. 1 dag. U mag gratis naar binnen en u wordt rondgeleid van 10 tot 3. En eigenlijk is het nog gevaarlijker dan een explosie. Ik heb liever een explosie dan een implosie. Ja, dit is de Gooise MTS in Hilversum, die zaterdag ook open is. Maar die open dag voor de chemie wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Een hele mond vol. En daar kunt u informeren welke bedrijven, scholen, ziekenhuizen of andere instellingen bij u in de buurt aan die open dag meedoen. Ik geef u de telefoonnummers. Dat is in Den Haag 070 46 94 06. Dus 070 46 94 06. Ik geef u nog een nummer, ook in Den Haag. 070 20 92 33. 20 92 33. Oh, en mevrouw, wanneer was dat precies, zei u? Aanstaande zaterdag. Ja. Oh, dat komt slecht uit. Oh. Voor mij dan. Hé, vervelend nou. Is het mogelijk dat dat verzet wordt, nou, de open dag? Ik ben bang dat het niet helemaal zal lukken. Oh. Is het heel ernstig? Nou, ik ga namelijk vissen met die manier van die makrelen. Met die balken? Ja. Ja. Kan het niet op een andere dag? Ja, nou, dat moet maar zien. Nou, mevrouw, ik kom altijd heel graag, hoor. Ik vind het een heel erg interessant programma. U doet het hartstikke goed. Dank u wel. Ja. Dank u wel. Prettig dat u het zegt. We gaan naar de foto's. De laatste uitzending van het vorig jaar hadden we gevraagd om een foto in te sturen van een weersverschijnsel. We hebben hier de fotografen. Nou ja, we hebben hier de fotografen. We hebben hier 10 fotografen. Er waren er meer dan 2000 die een foto hebben ingestuurd. En we hebben een keuze moeten maken. Dat mag duidelijk zijn. Mevrouw Braat... Komt u er eens bij? Wat zijn dit? Zijn dit bloemen? Nee hoor, dat is hagelstenen. Dat gebeurde in 8 augustus. Het was erg warm die dag. Op een gegeven ogenblik werd het vreselijk donker. Echt angstig. En toen kregen we van die hagelstenen van 3, 4, 5 centimeter. Kwamen naar beneden. Je gaat dus naar buiten. Het eerste wat je dus doet, inderdaad foto's maken. Je moet gauw zijn, want door de temperatuur smelt het gauw weg. Want met een half uur was het al helemaal weg. En mijn zoon die vloog naar buiten op dat moment. Die wilde kijken, die vond het prachtig. En die zette de braadpan op zijn hoofd. En zo vloog hij naar buiten. Nou, inventief. Ja. Dank u wel. Ik vind het een heel mooie foto. We lopen even naar de volgende. Mevrouw Wisse, is dat? Mevrouw Wisse, dit... Er staat hier een of andere vlek. Maar die zal er vast wel bij horen. Ja, dat is een windhoofd. Ja, dat is een windhoofd. Ja. Nou ja, vorig jaar mei is die gemaakt. Toen was rondom hemelvaartsdag. Het was knap weer, s'avonds. Mijn dochters waren buiten. En ineens komt er een dochter binnen van... Kom eens kijken, dat is een hele rare wolk. Dus mijn man en ik naar buiten en mijn man zijn fotostel gehaald. En die heeft deze foto gemaakt. Ja. Maar een windhoos is toch heel gevaarlijk, heb ik me altijd laten melden? Ja, deze kwam niet op de grond. Op een gegeven moment loste hij zo op. Dus verdween hij zomaar ineens. En op het hoogtepunt dat hij eigenlijk het diepste was, heeft mijn man die foto gemaakt. Hij is erg mooi. Dank u wel. We gaan eventjes alle borden omdraaien. Dan krijgen we... Even zitten. Of zo, of staan. Dan krijgen we alles in beeld. Nou, dit zijn de foto's die we hebben uitgezocht. We hebben ze niet alleen uitgezocht op kwaliteit, maar ook op zeldzaamheid van het weer. Type wat er mee wordt aangegeven. En we hebben een deskundige. Waar is mijn deskundige? Met een dubbele naam. Peter Paul, wil je even verder voorstellen? Peter Paul had ik gaan verschuren. Peter Paul had ik gaan verschuren en is weer fotograaf geweest. En ik heb me laten vertellen dat overal waar in Nederland op professioneel terrein een weerfoto wordt gevraagd, dat men onmiddellijk aan jouw vierdubbele naam denkt. Nou, of dat zo waar is, dat wil ik nog niet meteen zeggen, maar
Het is wel waar dat ik in de loop van de jaren een archief heb opgebouwd van talrijke foto's van zeer uiteenlopende verschijnselen, zoals ook hier op zo'n bord te zien is. Mm-hmm. En bij die foto's heb ik een uitgebreide documentatie. En dat maakt het natuurlijk interessant om nog eens te raadplegen. Ja. Inderdaad. Hoe maakt men in het algemeen weer foto's? Ik bedoel... Vertel er eens het over. Vertel er eens het over. Je doet ze bescheiden. Ja, ik denk dat weer fotograferen in principe heel makkelijk is. Maar tegelijkertijd eigenlijk ook heel moeilijk. Want de kunst is om het verschijnsel wat je wil fotograferen op de foto te krijgen zonder allerlei storende bijkomstigheden. En ik vind bijvoorbeeld dat de foto's die we hier zien, dat overal bijzonder fraai gelukt is. De aandacht wordt echt getrokken door het verschijnsel waar het om ging. Ja. En dat vind ik dus van deze foto's de grote kwaliteit. Ja. Wat zijn die roomsoezen die er in de lucht hangen? Nou, het zijn geen roomsoezen. Het lijkt er wel op. Het is een hele bepaalde wolkensoort die eigenlijk met name voorkomt in bergachtige streken, waar de lucht wegens het gebied een golvende beweging moet maken. Ze worden hinderniswolken genoemd. En, die naam is duidelijk. Bergen vormen een hindernis voor de luchtstroom. Mm-hmm. En in dit geval was het in Italië. Deze foto is door een Belgische inzender gemaakt. Ja, wie is er? Meneer Perquin? Is het echt Italië? Of, Nee. Dat is gemaakt in Corsica. In de buurt. Ja, in de buurt. Toch wel in de buurt. Het Middellandse zeegebied. Ja. En wolken ontstaan dus doordat zo'n eiland in die overigens vlakke zee een hindernis vormt voor een luchtstroom. Ja. En die foto van meneer Hierkens, is hetzelfde verschijnsel? Ja, dat is in feite hetzelfde. Dat is, het lijken net vliegende schotels. Daar schijnen ze ook nog wel eens mee verward te zijn door mensen die eigenlijk niet wisten waar ze nou mee te doen hadden. Maar dit zijn eigenlijk ook zulke hinderniswolken. En ja, het is op die foto iets minder duidelijk te zien, maar we kunnen toch zien dat daar iets van een bergachtig landschap ook is. En, ja. Ik neem aan dat die foto ook niet in ons land gemaakt is. En deze wolkensoorten zijn in Nederland bijzonder zeldzaam. Mm-hmm. En ik vind die bliksems heel erg mooi, hè, zelf? Ja, bliksems, dat is echt geluksfotografie eigenlijk. Daarmee wil ik niets afdoen aan deze foto's, want ze zijn bijzonder fraai geworden. En ik vind in beide gevallen dat de fotograaf ook een aardig opnamestandpunt gekozen heeft. Links met die straatlantaarn, die toch een heel bijzonder cachet geeft aan die foto. En rechts een hoogstandpunt. Blijft dat het onweer zijn medewerking moet verlenen, anders ga je toch het schip in. Mm-hmm. Als die bliksem net links of rechts van het beeldveld van je camera inslaat, dan staat er natuurlijk niks op de foto. En dan heb je een mislukte foto. Ja, meneer Brink, is het een toevalstreffer geweest, die foto? Nou, of wonderopname? Toevalstreffer, er zijn fors wat foto's aan vooraf gegaan voordat een dergelijke foto gemaakt kan worden. Maar deze was dan wel in één keer raak, ja. Mag ik wel zeggen, ja. Hartstikke mooi is het, hè? Ja. Heb je een algemeen advies voor mensen die weer foto's willen maken? Ik bedoel, deze zijn allemaal goed gelukt, maar geïnteresseerd raken? Met een eenvoudige boxcamera kun je natuurlijk al prima foto's maken. Als je maar goed om je heen kijkt en het juiste verschijnsel ziet. Ja. Wat ik erg belangrijk vind met foto's is ook dat je zorgt voor een duidelijke ondergrond, een duidelijke referentie. Als je de lucht alleen fotografeert zonder horizon of voorgrond, heb je geen diepte. Dan kun je ook niet zien hoe groot die wolk is of hoe ver die bliksem inslaat of iets dergelijks. Ik denk dat twee hele algemene adviezen kunnen zijn. Dankjewel. Ja. Het is het einde van het programma. We zitten er alweer een beetje op. Ik dank iedereen hier die gekomen is, die foto's heeft gemaakt, die aanwezig is. Dank jou, dank alle anderen. Deskundigen. We zijn er weer over 14 dagen. Als u vragen hebt over dit programma, over enig onderdeel van dit programma, of als u tips hebt die u graag wilt geven, wilt u ons dan even een briefje sturen. KRO Zeker Weten, postbus 2575, 1200 Cornelis Nicolaas in Hilversum. En dan graag tot over 14 dagen. Heel hartelijk bedankt. Mevrouw. Ja? Mag ik eventjes passeren? Sorry. Ja. Neemt u me niet kwalijk, om misschien geloof ik wat van uw tijd, maar mijn foto... Die is er niet bij. Ach, u was een van die 2000 anderen. Maar het is een hele goeie. Want, wat ik helemaal vergeet te zeggen, dat geldt voor iedereen die zijn foto heeft ingestuurd. We sturen ze allemaal terug als uw adres erop staat. Het kan een tijdje duren, maar we sturen ze allemaal terug. Dus ook uw foto. Ja, maar ik had u nou naar de KRO gebeld en er zouden 10 foto's hangen. Ja, nou. Maar die van mij is er niet bij. Nee. Was hier een beetje overbelicht of zo? Niet goed? Ja, dat was wel waar, ja. Graag tot de volgende keer, over 2 weken.